De verwarring rondom Euskan Akiool en zijn vermeende onthullingen over Matthijs van Nieuwkerk neemt bizarre wendingen aan. Eerst stond René van der Gijp pal voor Akjol, maar gisteren klonk hij al heel anders. Het blijkt dat het om een mild filmpje ging, afkomstig uit een oude DWDD-docu, en niet om schokkende beelden zoals Akjol eerder deed vermoeden. Afgelopen dagen was er een Babylonische spraakverwarring in Vandaag in Zeit. Zowel Wilfred Gené als René van der Gijp hadden contact met Akjol. Maar kregen verschillende verhalen te horen over het bewuste filmpje. Eus leek eerst toe te geven dat het om het milde fragment ging, maar René beweerde dat er nog schokkender beelden achtergehouden werden door oud DWDD-collega S. Gisterenavond nam de verwarring toe. Wilfred Gené vroeg in Vandaag in Said of iemand het verhaal van Eus nog begreep. Johan Derksen verloor eerder al vertrouwen in Akjol en noemde de situatie een Babylonische spraakverwarring waar je niet meer uitkomt. Zelfs René van der Gijp, die eerder standvastig achter Acjol stond, liet nu twijfels doorschemeren over diens verhaal. De kwestie lijkt steeds complexer te worden. Eus zou tegen Wilfred hebben gezegd dat het om het filmpje op internet ging, maar René beweert dat Akiool hem vertelde over vier oud-DWD-DRS die belastend materiaal achterhouden. Johan Derksen benadrukt vooral de vreemdheid van het feit dat Akiool zijn beste vriend, Matthijs van Nieuwkerk, laat vallen. De onduidelijkheid blijft voortduren en zowel Wilfred Gené als Johan Derksen hopen dat Eus Maandag meer duidelijkheid zal verschaffen. Er wordt gesuggereerd dat er mogelijke groep oud-DWD-DRS is die van Nieuwkerk probeert te chanteren, maar tv-kenner Rob Gozes vindt dit een vreemd en onwaarschijnlijk verhaal. Bram Moskovits in Show News noemt Akiols verhaal hypocriet en vindt het helemaal niet zo erg wat Matthijs van Nieuwkerk op die bewuste avond heeft gedaan. Het lijkt erop dat deze mediaron nog vele verrassende wendingen zal nemen.